Oprecht, als ik dit haal... Misschien is dat een wereldrecord. Ja. Zoals jullie kunnen zien is het vandaag een prachtige dag. De lucht is blauw en dat komt mooi uit. Want zoals jullie kunnen zien heb ik hier een hele bijzondere bal. Dit is niet een normale bal, ook al lijkt hij daar misschien wel een beetje op. Deze bal is overpowered. Deze bal is magisch. Als je met deze bal schiet, dan gaat hij zeg maar met een goede curve. Dus ik ga vandaag namelijk een onmogelijke challenge doen met de overpowered bal. Maar ik heb nog niet echt met deze bal gespeeld op het veld. Dus ik denk... dat we eerst een beetje moeten kijken gewoon of ik überhaupt een beetje hiermee kan voetballen. Oké, en om aan jullie te laten zien hoe erg deze bal curft, ga ik gewoon even schieten op goal. Zag je dat? Ik kan je wel vertellen, zo gaat een normale bal gaat niet met die curve. Aangezien dit de overpowered voetbal is, is het onmogelijk om te missen met deze bal. Als je hem in de target wil schieten daar, dan raak je hem ook gewoon. Daarom is het de overpowered voetbal. Dat is echt zo. Zou ik gewoon proberen in de target te schieten? Laat me zien. Waar ga je naartoe? Hey! Hij probeerde te vluchten, man. Blijf daar. Krijg je niet? Dit was nice, ja. Dat is de overpowered bal, man. Het was natuurlijk mijn bedoeling om via de paal dan erin lopen met de rebound erin. Deze bal is niet normaal, man. Ik denk trouwens niet dat het legaal is überhaupt om met deze bal te spelen. Deze bal is te goed, man. Maar gewoon als we technisch kijken naar deze bal. Hij is zo licht. Het is zo'n lichte bal. En zoals jullie kunnen zien misschien. Hij is niet eens helemaal rond. De bal heeft allemaal van deze hoeken. Erin. Deze die vangen denk ik de wind op, waardoor die zo erg blijft curven. Hij is zo licht. Kijk, als ik hem mee ga hoog houden. Voor mijn gevoel raak ik de bal niet eens aan. Hij is zo licht. Hey, wat als ik hem vol de lucht in schiet? Okay, ik denk echt dat hij dan helemaal naar daar gaat, hoor. Oké, ja? Ja. Zag je dat? Het leek alsof de wind onder de bal kwam, waardoor die in de lucht bleef. Zag je dat goed op beeld, denk je? Denk ik wel, ja. Gast, trouwens. Kijk eens. Hij is wel gewoon in de goal gegaan, hè? Is dat toeval? Ik denk het niet. Dit is geen toeval meer, hè? Je schiet hem recht de lucht in en zelfs dan gaat hij in de goal. Deze bal is niet normaal, man. Penalties met de overpowered voetbal gaan altijd raak. Kijk dan, hoe ver die is. Jeetje, man. Gaat echt heel ver. Penalties met de overpowered voetbal gaan altijd raak. Hij ligt niet eens op de stip. Penalties met de overpowered voetbal gaan altijd raak. Oh, man. Penalties met de overpowered voetbal gaan altijd raak. Ik zeg het je toch, het is te makkelijk met die bal, man. Het is te makkelijk. Ik ben kapot, man. Hé, hey, wat denken jullie? Voor welke speler denk jij dat deze bal is gemaakt? Een van jullie die hierop antwoordt, krijgt in de volgende video een shout-out. Dus laat het maar weten. We zijn aangekomen bij de onmogelijke corner challenge. Met een normale bal is dit vrijwel onmogelijk. En nu ben ik dus benieuwd of het mogelijk is met deze bal. Wat ik ga doen, ik moet de bal proberen in te draaien. Dus met een curve in de goal. Vanaf de cornervlag, dus vanaf hier. En als het me lukt om deze te halen, dan gaan we door naar de volgende. En de volgende afstand is echt gelijk al een stuk lastiger. Dat is namelijk vanaf de 16. Zoals jullie kunnen zien heb je vanaf de 16 niet heel veel ruimte om hem in te draaien. Dus dat wordt echt lastig. En stel je voor, ik haal deze. Dan gaan we door naar de onmogelijke. En zoals je ziet, vanaf hier heb je echt eigenlijk gewoon geen ruimte om hem in te draaien. Dus deze wordt echt onmogelijk. Oké, we beginnen gelijk met de eerste afstand. En als ik deze haal, dan wil ik 8000 likes. Want dan heb ik een lekker begin voor de challenge. Dus als ik hem raak, like hem gelijk. Ik curve natuurlijk heel erg, dus ik denk dat ik gewoon vol moet curven, ja? Ja? Ja. Ja? Zag je die curve? Die is lijp, ja. Dat is niet normaal. Dat is echt heel lijp. Oké, maar dit was ook de makkelijkste. Trouwens, vergeet de video niet te liken, want hij was raak. Zoals jullie zien heb ik hier niet meer zoveel ruimte om hem te curven. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik deze al ga halen, man. Dit is niet normaal, man. Deze bal, dat kan niet legaal zijn, man. We zijn aangekomen
bij misschien wel de onmogelijke challenge. Vanaf de 5. Jongens, even serieus, kijk. Hoe weinig ruimte ik heb hier om te curven. Oh, maar dit zou wel echt vet zijn als dat lukt. Dat zou echt heel vet zijn. Ben je klaar voor? Ik ben ready. Oh! Ah. Dit daarom, ik heb te weinig ruimte om goed te curven voor deze. Dus deze wordt echt lastig. De bal, hij is ook zo licht, dat maakt het niet makkelijker, man. Dat maakt het niet makkelijker. Kijk hier. Ja. Oh! De overheen, te hoog. Hij was gewoon net iets te hoog, hè? Oké. Okay. Ja. Ah! Yes! Denk je dat we nog dichterbij kunnen gaan? Ik denk dat we nog dichter, ik denk dat ik nog dichterbij moet gaan. Misschien heb ik dan een wereldrecord. Als ik me gewoon, oké. Oprecht? Als ik dit haal, misschien is dat een wereldrecord. Ik denk dat ik het gewoon moet proberen, hè? Misschien heb ik dan gewoon een wereldrecord zo meteen. Oké. Ik ga het gewoon proberen. Ja? Ja. Yes! Dit was letterlijk eerste poging vanaf daar. Dit was een wereldrecord, denk ik. Hier is de shout-out van deze video. Wil je nou ook een shout-out? Laat een leuke reactie achter. En hopelijk had je allemaal een fijne dag.